Jij valt op mijn imago, mijn eigenschappen. Ja, ik begrijp dat wel. Jammer, maar het is niet echt... Zou ze het niet echt druk moeten maken? Niet onacceptabel eigenlijk. Okay. Broederliefde is nu zo onderdeel van Nederlandse cultuur, vind ik. Het heeft deuren geopend en het hoort er gewoon bij. Maar heb je een beetje het nieuws gevolgd wat betreft broederliefde? Wat er is gebeurd met een filmpje? Nee, dat niet. Rapper Ems heeft antisemitische, dus jodenhatende opmerkingen gemaakt tijdens een Feyenoordwedstrijd. Hamas, Hamas, joden aan het gas. Wat vind je daarvan? Ja, nee, dat is niet bevorderlijk natuurlijk. Nee, ik begrijp dat die keuze is gemaakt naar aanleiding van dat commentaar. Ja, dat lijkt me ook een goed idee, ja. Vind ik lullig. Ja, dat snap ik wel, ja. Ik vind niet kunnen dat je dat zomaar zegt. Ja. Okay. En waarom vind je het echt niet kunnen? Omdat je daar mensen mee kwetst. Die misschien ja, dat achtergrond hebben. Het is een land waar je eigen geloof mag hebben. Maar dat je niet mensen geen goede gevoel mag hebben. Dat is niet goed. Over een enkele groep. Ja, of het nou joden zijn of andere groepsgroeperingen, dat kan je gewoon niet maken. Ik vind dat we nu wel op een punt moeten zijn waar we alle culturen en alle geloven gewoon als normaal moeten beschouwen. En ik vind het niet normaal dat er nog steeds zoveel haatdragende mensen rondlopen. Zulke opmerkingen horen niet te kunnen inderdaad, maar we leven in een vrij land, hij kan zeggen wat hij wil.